De 75-jarige Groningse boer Geert Krops, die tien jaar geleden zijn zoektocht naar liefde documenteerde in het televisieprogramma Boer zoekt vrouw, heeft recentelijk een nieuw hoofdstuk in zijn liefdesleven geopend. Ondanks de hoopvolle start, die hem geen levenspartner opleverde, vond Geert vier jaar geleden via een datingsite een nieuwe liefde in Selma. Hun relatie is echter inmiddels tot een einde gekomen. In een interview met Story verklaart Geert: Selma wilde een relatie zoals die tussen buren. Dat was niet wat ik zocht. Dus hebben we besloten om uit elkaar te gaan. Hoewel we nog steeds af en toe contact hebben, is onze relatie voorbij. Een verrassende wending kwam in april, toen Geert zijn 75ste verjaardag vierde. Op die dag ontmoette hij Leni de Keizer tijdens een fietstocht op het Pieterpad in Groningen. Ik zag Leni en er spronken direct vonken over. We zijn vaak samen, hoewel we niet samen wonen. Fietsen met Leni is een van de grootste genietingen in mijn leven, vertelt Geert enthousiast. Ondanks het recente einde van zijn relatie met Selma, heeft Geert haar nog niet op de hoogte gebracht van zijn nieuwe liefde. Selma heeft Leni nog niet ontmoet en weet nog niet van mijn relatie met haar. Ik wil niemand kwetsen, al dus Geert. Met een nieuw hoofdstuk in zijn leven en een frisse start met Leni, lijkt Geert een nieuw pad te hebben gevonden dat hem veel geluk brengt.